Hoi, Clementine. Waarom draag je dat lintje? Die heb ik net op de zwemles gewonnen. Ik heb een blauwe gewonnen op de picknick van mijn vaders werk, omdat ik het snelste kon rennen. Ik kan ook heel hard rennen. Pak me dan als je kan, pak me dan als je kan. Wat is er aan de hand, Caillou? Ga je niet proberen om ze in te halen? Nee, ik kan niet zo hard rennen als zij. Dat maakt toch niks uit, Caillou. Jij kan weer heel veel andere dingen. Won ik maar net zo'n lintje als Clementine. Maar misschien kan dat ook wel. Je hebt me op een heel goed idee gebracht. Ik ben zo terug. Pak mij dan als je kan. Boom! Oma had een plannetje bedacht, zodat Caillou een lintje kon winnen. Luister goed, kinderen. Wie heeft er zin in wat spelletjes? Ik heb heel veel lintjes die jullie kunnen winnen. Ik! Heb jij geen zin om mee te spelen, Caillou? Win ik dan ook een lintje? Weet ik niet, maar het is toch leuk om te proberen. Caillou! Ik kom al, oma. Bij deze wedstrijd lopen we allemaal voetje voor voetje. Kijk, zo. Je zet je voet precies tegen de andere aan. Helemaal tot aan het witte lint. Is iedereen er klaar voor? Op je plaatsen, klaar, af! Oesie ook! Clementine heeft gewonnen! Yay! Caillou vond het jammer dat hij niet had gewonnen. Dus wilde hij het volgende spelletje zeker winnen. Goed gedaan allemaal. Doen we nog een spelletje? Ja! Laat maar eens een grote glimlach zien aan oma. Oeh. Heel goed. Prachtig. Dat was de grootste glimlach. Leo heeft gewonnen. Mooie glimlach, Leo. Dank je. Wat is er aan de hand, Caillou? Ik wil ook een lintje winnen. Dat snap ik, lieverd. Maar het is een spelletje. En dan moet je vooral heel veel lol hebben. Caillou wist wel dat mama gelijk had. Hij was veel te veel bezig met de lintjes. En niet genoeg met al het plezier. Nog een spelletje doen. Ikke! Bij dit spel moesten ze zo grappig mogelijk lopen. Rosie heeft gewonnen. Zij is het grappigste. Hoera! Gewonnen, gewonnen. Kijk, dit is een hindernisbaan. Eerst spring je over dit matras en dan land je op beide voeten. Dan doe je een hinkelsprong over de bal. Kijk zo. Dan pak je de bal op, gaat op de lijn staan en gooi je hem door de basket. Als hij er doorheen gaat, ren je zo snel als je kan terug naar het begin. Op je plaatsen. Klaar. Rosie. En af. En Caillou neemt de leiding. Het is hem gelukt! Wat een sprong! Oh.
Kajoen is nog altijd op kop. Ja! Ga aan de kant, Gilbert. Gilbert! Wat een gekke kat. Je zat Kajoen helemaal in de weg. Zo, jullie waren snel. Goed gedaan, Leo. Kajoen had nu zoveel plezier dat hij helemaal niet meer dacht aan het winnen van lintjes. Het volgende spel van oma was een niet-lachen-wedstrijd. Wat er ook gebeurde, je mocht niet lachen of schateren of giechelen. Oh. Rosie is af. Kom maar bij mij, Rosie. Dan gaan we de anderen laten lachen. Kajoen heeft gewonnen! Ja! Kajoen gewonnen! 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 Het is me gelukt! Ja! Al goed, Gilbert. Jij krijgt vandaag ook een lintje. Omdat je als de beste kunt spinnen. Ja! Het muziekkorps van Kajoen. Tikki, jij bent hem, Emma. Je kunt me toch niet pakken. Kajoen vroeg zich af waar dat vreemde geluid vandaan kwam. Tikki, jij bent hem! Tikki, jij bent hem! Wat is dat? Geen idee. Het geluid werd alsmaar luider en luider. Kajoen wilde graag weten wat het was. Oh. Een echt muziekkorps. Wat een leuke verrassing, zeg. Volgende week doen ze mee aan de optocht. Ze zijn vast aan het oefenen. Weet iemand welke instrumenten ze bespelen? Dat is een trommel. Klopt. Dat is een trompet. En wat is dat? Dat is een tuba. En dat is een saxofoon. Kajoen keek en luisterde vol bewondering naar het muziekkorps. Hij wilde ook graag marcheren. Vind je het muziekkorps niet te gek, Emma? Ze zijn veel te luid. Marcheren is niet luid. Wil je mee marcheren? Misschien kunnen jullie samen naar binnen marcheren, Kajoen. Oké, volg mij maar. Tel maar even tot 4, Kajoen, maar niet te snel. Luister maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké. De rest van jullie moet goed naar Kajoen luisteren terwijl hij telt. En dan meelopen op zijn ritme. 1, 2, 3, 4. Marcheren is leuk. Goed gedaan hoor, jongens. Dat is het goede ritme, Kajoen. Gaan jullie nog stoppen met marcheren? Nee! Ik wou dat we een echt muziekkorps waren. Ik ook. Wie wil er nog meer in een echt korps zitten? Ja, oh, ja, ik! Dan beginnen jullie toch je eigen korps? Ja!
Oh. Maar we hebben helemaal geen trommels of trompetten of een saxofoon. Trommels, trompetten of een saxofoon. Als je je fantasie gebruikt, zijn er genoeg dingen in het lokaal waarmee je muziek kunt maken. Caillou en zijn vriendjes zochten naar dingen die ze als instrumenten konden gebruiken. Dingen die een mooi en luid geluid gaven. Dit lijkt me wel een goede trommel. Wil jij geen instrument hebben, Emma? Caillou herinnerde zich dat Emma niet van harde geluiden hield. Misschien wilde ze liever iets stillers doen. Ik vind je ster mooi. Hij lijkt op de sterren die op de hoeden van het muziekkorps zitten. Echt waar? Dan kan ik voor iedereen hoeden maken. Ja, dan ben jij de hulp van het muziekkorps. Ik maak wel even een riem voor je trommel, Caillou. Bedankt, juf Martin. Nu voelde Caillou zich een echte trommelaar van een muziekkorps. En vindt iedereen zijn hoed mooi? Ja, bedankt, Emma. Emma wil nog één ding doen voordat jullie gaan spelen. Oké, Caillou. Ga je gang maar. Wacht, stop! Caillou vond het geluid dat het muziekkorps maakte niet zo mooi. Misschien zouden ze beter klinken als ze iets langzamer gingen. Ik ga het doen zoals we het eerst deden. 1, 2, 3, 4. Hebben jullie meer ruimte om te marcheren? Hey jongens, ga maar door hoor. Jullie muziekkorps klinkt echt geweldig, Caillou. 1, 2, 3, 4. Een cadeautje voor mama. Het was een koude ochtend in de winter en het had de hele nacht gesneeuwd. Caillou kleedde zich aan om naar school te gaan. Hij deed vandaag zelfs een muts op. Ik kan niks zien. Hij wilde niet te laat komen omdat ze vandaag handenarbeid hadden. Ik ben klaar, mama. Je moet nog even wachten, Caillou. Ik heb overal gezocht, maar ik kan de autosleutels niet vinden. Hier zijn ze. Ze zaten in de laars. Oh, dank je, lieverd. Ik geloof dat ik mijn sleutels op een betere plek moet bewaren. Anders komen we allebei nog te laat. Oh, waar is de auto? Hij is verdwenen. Oh, hij is verdwenen onder al die sneeuw. Daar moeten we snel iets aan doen.
Caillou hielp mama graag met sneeuw schuiven. Het was best leuk. Toen alle sneeuw van de auto af was, probeerden Caillou en zijn moeder zichzelf op te warmen. Maar het bleef een beetje koud. Uh-oh. De auto is niet dol op deze kou. Hij heeft geloof ik ook een slechte dag. Maak je geen zorgen, Caillou. Als er iets misgaat, is het belangrijk om positief te blijven. We hebben in ieder geval de autosleutels weer. Zullen we anders vragen of opa je even naar school brengt? Oké. Draaien. Muts. Wanten. Je jas. Je rechterlaars. Wow, wow, wow. En je linkerlaars. Oeh, dat was een hoop werk. Ik kom je later weer ophalen, Caillou. Mama laat vandaag haar auto repareren. Het klinkt alsof ze een slechte dag heeft. Hé, hey, Caillou. Wat fijn dat je er bent. We zijn bezig met kleiwerkjes in de klas. Ik ga een cadeautje maken voor mama. Wat een geweldig idee, Caillou. Tot straks, jongen. Caillou probeerde iets te verzinnen waar mama blij mee zou zijn. Bijvoorbeeld een ventilator om sneeuw mee weg te blazen. Of de warmste jas ter wereld. Of nog beter, een enorme zon om alle sneeuw te smelten, zodat het lekker zomer wordt. Dank je, Caillou. Ik ga een zon maken om alle sneeuw te smelten. Mijn zon schijnt op jouw sneeuwpop. Oh nee, ik ben aan het smelten. Het wordt warmer en warmer. Oh, oh. Caillou baalde een beetje. Nu moest hij helemaal opnieuw beginnen. Deze keer was Caillou heel voorzichtig met zijn zon. Zullen we hem in de oven bakken, zodat hij opdroogt? Dan kun je hem schilderen. Hij is gebroken. Dat geeft niks. We wachten tot hij afgekoeld is en dan lijmen we de stukken aan elkaar. Nadat de zon was afgekoeld, lijmde mevrouw Martin hem op een houten plank. Zie je wel, Caillou? Hij is weer heel. Nu kun je hem aan de muur hangen. Dank u wel. Ik ga mijn zon geel verven. Kijk, de zon lacht. Na de pauze ging Caillou kijken bij het cadeau voor zijn moeder. Laat eens zien, Caillou. Oh. Uh-oh. Caillou was een beetje boos op Clementine. Zijn cadeau was weer vernield. Sorry, Caillou. Het lijkt wel alsof je zon een zonnebril draagt. Caillou besloot dat hij zijn zon op deze manier nog stoerder vond. Goed gedaan, Caillou. Soms, als dingen misgaan, kun je maar beter creatief zijn. Volgens mij is de auto gerepareerd. Misschien was het toch niet zo'n slechte dag. Caillou kon niet wachten om mama zijn zelfgemaakte zon te geven. Hé, hey, kom binnen, jongens. Ik heb iets voor je gemaakt, mama. De zon. Oh, dank je. Dat is precies wat ik graag wilde zien op deze koude dag.
Het begon vandaag slecht, maar dit maakt alles weer goed. Mm. En ik weet precies waar ik dit ga ophangen. Nog een klein beetje hoger. Wat vind je ervan, Caillou? Perfect! Nu gaan we kijken of het werkt. Mag ik je sleutels? Oh, niet weer, hè. Ze moeten hier ergens liggen. Hier, mama. Wat zou ik toch zonder jou moeten? Nou, nu weet je altijd waar je sleutels zijn. En ik zal onthouden dat ik de dingen altijd zonnig moet bekijken. Dank je wel, Caillou. Caillou de kapitein! Mama en papa waren zich aan het optutten om naar een feestje te gaan. Mooie mama! Dank je, lieverd. Mooie Roosie! Wie komt er op ons oppassen? Opa komt straks oppassen. En hij zei dat hij een verrassing heeft. Caillou was blij dat opa langskwam. Hij vroeg zich af wat de verrassing zou zijn. Opa! 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 Ja. Hoi, opa! Opa! Hallo, Caillou. Dag, Rosie, mijn grote meid. Snel, ga maar gauw naar binnen. Volgens mij is er buiten een storm op komst. Mooie Rosie! Dat ben je zeker, lieve schat. Wat zit er in die tas, opa? Is dat de verrassing? De verrassing? Nee, dit zijn gewoon mijn vieze sokken. Ik dacht, die kun je voor me wassen. Opa, u neemt toch nooit uw vieze sokken mee? Is dat zo? Je hebt gelijk. Kom, als jullie snel je pyjama aandoen, zal ik laten zien wat er echt in zit. Opa, 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 opa. Een boek over schepen. Weet je wat dat is waar hij doorheen kijkt? Dat is om dingen te kunnen zien die ver weg zijn. Inderdaad, dat heet een telescoop. Wow, u heeft een echte meegenomen. Ik zie Gilbert. Hij is supergroot. Hiermee zie ik hem van heel dichtbij. Alvast welterusten, Caillou. En jij ook, Rosie. Welterusten. Trusten. Lief zijn tegen opa. Ja, papa. Rosie kijken. Caillou was bang dat Rosie de telescoop zou laten vallen. Hier, Rosie. Ik hou hem wel voor je vast. Doe maar één oog dicht en kijk er dan doorheen. Niet zo. Met één oog dicht. Opa las Caillou en Rosie voor over grote zeilschepen en dappere matrozen op de diepe blauwe zee. Daar staat de kapitein op de boeg. De boeg is de voorkant van het schip. De achterkant van een schip heet de stern. Waarom schreeuwt hij? Hij geeft bevelen aan de bemanning. En als hij een bevel geeft, salueert de bemanning en zegt: "Hai hai, kapitein." Ai, ai, kapitein. Willen jullie mijn bemanning zijn? Ja! Ja! Alle hens aan dek! Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Reef de zeilen. Ai, ai, kapitein. Sluit snel alle luiken. Ai, ai, kapitein. Sluit snel alle luiken? Ja, als er storm op komst is, sluiten ze snel alle ramen en luiken, zodat er geen water in komt. Daar komt dat vandaan. Wordt Rosie een beetje slaperig?
moet je hem zien? Hij klimt hoog in de mast om het zeil te repareren. Oh, het is vast heel eng om zo hoog te klimmen. Dat lijkt mij ook wel. Die matrozen waren vast bijzonder dapper. Denk je ook niet, Rosie? Volgens mij moet er iemand naar bed. Ik ben zo terug. Caillou hield niet van onweer. Hij wist dat hij nergens bang voor hoefde te zijn, maar het was zo hard dat hij er soms van schrok. Caillou dacht aan de dappere kapitein uit het boek. Hij was niet bang voor onweer. Ik geloof dat er storm op komst is. Alle hens aan dek! Ai, ai, kapitein Caillou! Reef de zeilen! Ai, ai, kapitein Caillou! Sluit alle luiken! Ai, ai, kapitein Caillou! Papa! Dag liefje, heb je het leuk gehad met opa? Hij las ons voor over schepen en matrozen. Hij brengt nu Rosie naar bed. En nu is het bedtijd voor kapitein Caillou. Ga maar vast, we komen zo naar boven. Spring maar op mijn rug, dan draag ik je naar boven. Ik hoop niet dat het onweer je wakker houdt. Och, kapitein Caillou is niet bang voor onweer. Dat is goed om te horen. Welterusten, kapitein Caillou. Welterusten, opa. Caillou vond het onweer niet meer eng. Vanavond was hij de dappere kapitein Caillou. Seizoenen. Winter, lente, zomer, herfst. Seizoenen draaien in het rond. Winter, lente, zomer, herfst. Seizoenen draaien rond. In de zomer is het heet. Dan zwem en speel ik bij de vleet. In de herfst is het Halloween. Papa heeft een heel gek pak aan. Heb je dat gezien? In de winter is het koud. Heel snel sleeën, ik ga voor goud. In de lente wordt alles groen. Dan fiets ik veel en help ik mama om de tuin te doen. Al ben je thuis of soms op reis. Met zonneschijn of juist heel grijs. Er is altijd iets speciaals te doen. Dat past bij het seizoen. Winter, lente, zomer, herfst. Seizoenen draaien in het rond. Winter, lente, zomer, herfst. Seizoenen draaien rond. Caillou de goochelaar. Bedankt, oma. Goed kijken, Rosie. Caillou was blij als oma op visite kwam. Ze verzon altijd wel iets leuks om te doen. In welke hand zit nu de ballon? In die daar. Weggetoverd. Waar is hij nou? Daar is hij. Volgens mij heb jij mijn trucje door, Gilbert. U liet hem vallen op de bank toen u hem achter uw rug had. Kunt u mij misschien ook een goocheltruc leren? Oh, jij wilt een goochelaar zijn, of niet soms? Ja, Rosie kan me helpen en dan laten we het zien aan papa en mama. Ja!
Caillou en Rosie wilden heel graag samen een goochelaarsshow maken. Maar Caillou wilde er ook uitzien als een echte goochelaar. Ik heb een toverstaf nodig en een cape. We vinden vast wel iets hier in huis wat we kunnen gebruiken, Caillou. Laten we maar gaan zoeken. Wat dacht je van deze mooie toverstaf? Dat is een rietje. Caillou wist niet zeker of een rietje wel zou werken. Rosie heeft dorst. Abracadabra, abracazalen. Laten we voor Rosie iets te drinken halen. Wil jij ook iets drinken, Caillou? Nee, dank u, oma. Ik ga eerst een cape zoeken. Caillou? Kijk, ik heb een cape. Wat is dat? Tovertruc. Dat is geen tovertruc, Rosie. Dat is Gilbert. Zelfs Gilbert heeft al een tovertruc onder de knie. Maar voordat we verder gaan met goochelen, moeten we eerst al deze handdoeken opruimen. Dat is goed, oma. Kijk maar, ik laat je zien hoe je ze opvouwt. Dank je wel, Caillou. Zullen we nu de goochelshow doen? Je hebt eerst nog één ding nodig. Caillou had al een toverstaf en een cape. Hij kon niet bedenken wat hij nog meer nodig had. Wauw! Het is een hoed! Ja, het is de hoed van je vader toen hij ging trouwen met mama. Maar hij vindt het vast niet erg om hem even uit te lenen. Hoe zie ik eruit? Prachtig! Nu zie je eruit als een echte goochelaar. In welke hand heb ik de bal, Rosie? Oeh! Bal! Dit is van mij, Gilbert. Misschien werkt die truc gewoon niet zo goed met een stuiterende bal. Vooral niet met Gilbert in de buurt. Misschien kan je wel iets anders laten verdwijnen. Zoals je konijntje. Nee, iets nog groters. Groters! Anders laat ik Rosie toch verdwijnen. Jij verstopt je achter mijn cape. En als ik de toverspreuk zeg, kruip jij onder de tafel, goed? Wat een goed idee. En als we dan ook nog een kleed op de tafel leggen, kan niemand zien dat Rosie zich daar verstopt heeft. Ik zal er wel eentje halen. Abracadabra! Goed zo, Rosie. Verstop je nu snel onder de tafel. Nee, Rosie. Je moet wel onder de tafel kruipen. Hier, kijk maar naar mij. Abracadabra! Caillou, kikkeboe! Zo, dat ziet er heel goed uit. Nu hebben we nog publiek nodig. Zal ik papa en mama vasthalen? Let op, Rosie. Deze keer verstop je je onder de tafel als ik zeg abracadabra. Abracadabra! Gilbert, zo verpest je mijn truc. Hoe gaat het met onze kleine goochelaars? Oma vertelde ons dat jullie een truc hebben voorbereid. Mogen we hem zien? Caillou wist niet zeker of de truc wel goed zou gaan. Maar hij wilde het in ieder geval proberen. Oké.
Waar is ze nou gebleven? Ik hoop dat je Rosie kunt terugtoveren. Anders mist ze straks nog haar middaghapje. Caillou wist niet wat hij moest doen. Hij had niet geoefend om Rosie terug te toveren. Abracadabra! Rosie komt tevoorschijn! Kom er maar uit, Rosie. Goed gedaan, Caillou. En jij ook, Rosie. Goed zo. Nou, kleine goochelaars, ga maar snel naar de keuken voor iets lekkers. Ik kan nog een tovertrucje. Ik kan ook mijn eten laten verdwijnen. Abracadabra! Dank u. Doe zelf een show. Ben Caillou de Fantastische, ben blij om hier te zijn. Kijk goed naar mijn tovertruc, ik zorg dat ik verdwijn. Ik maak een grote show voor jou en zorg dat je geniet. Zorg dat je dichtbij zit, je weet niet wat je ziet. Toveren, toveren, dat is waar ik van hou. Toveren, toveren, dan nu een truc voor jou. Let op allemaal, dan leg ik een doek over Gilbert. Dan komt nu de toverspreuk. Allekezam, allekezij, kijk naar mij. En poef, waar is Gilbert? Zelf een show doen is zo leuk, doe je met me mee. Denk daar waar je goed in bent en maak een show daarmee. Ga dan lekker dansen of speel een instrument. Er is zoveel te doen, misschien word je ooit bekend. Toveren, toveren, dat is waar ik van hou. Maar kijk wat je zelf wilt, dan wordt de show voor jou. Opgroeien. Caillou, Caillou, ik geef je een zoen. Wat wil je later doen als je groter bent? Caillou, Caillou, er is zoveel te zien. Maak jij dan pret voor 10 als je groter bent? Word jij straks een schrijver of soms een grote ster? Of word jij een astronaut en vlieg je hoog en ver? Voor je werk kun je reizen of hou je meer van sport? Een dokter, piloot, waar jij maar blij van wordt. Oh, geloof in jezelf en zorg dat je leert. Je kan echt alles doen als je maar hard genoeg probeert. Caillou, Caillou, weet jij, kleine vent, hoe trots ik op je ben. Wacht maar even tot je groter bent. Caillou drumt. Caillou vond het leuk om bij Clementine thuis te spelen. Ze had een grote doos met grappige kleren, zodat ze zich konden verkleden. Wauw, moet je mij zien? Ik ben een echte filmster. Hallo, lieve filmster mevrouw. Oh, wat is dat voor geluid? Oh, dat is mijn broer Billy. Wat is hij aan het doen? Kom mee, dan laat ik het zien. Hij is wel heel erg veel lawaai aan het maken, hè? Billy! Kom binnen. Oeh! Hey, Caillou, wat vind je van mijn nieuwe drumstel? Wauw! Ik wil heel graag in een band spelen, daarom leer ik drummen. Wat een grappige kleding. Ik vind het super stoer. Ik vind ze ook erg grappig gekleed. Caillou vond het nieuwe drumstel van Billy erg mooi. En drummen leek hem best wel leuk. Mag ik het eens een keer proberen, Billy? Billy! Billy! Hm? Mag ik het eens proberen? Ja, ik ook.
Nee, liever niet. Waarom niet? Het is gloednieuw. En jullie zijn veel te klein om te spelen. Straks gaat het nog stuk. Nee, We zijn helemaal niet te klein. Het is mijn drumstel, dus ik mag het bepalen. En het is niet geschikt voor kleine kinderen. Sorry. Het is niet eerlijk. Zo klein zijn we niet. We zijn niet zo klein als Rosie. Wij kunnen ook grote mensen dingen doen. Wat voor dingen? We laten hem zien dat we geen kleine kinderen zijn. Ik weet wat. Kom mee. Hoi, mama. We gaan eten maken voor Billy. Dan ga ik de melk wel pakken. Caillou was trots op zichzelf. Hij had de melk ingeschonken zonder ook maar iets te morsen. Alsjeblieft, Caillou. Wil jij de korstjes eraf snijden? Billy houdt van brood zonder korstjes. Mhm. Alsjeblieft, Clementine. Dankjewel. Kom mee, Caillou. Billy! Kom binnen. Ik heb een boterham met pindakaas voor je gemaakt. Mama heeft de korstjes eraf gehaald, maar het was mijn idee. Alsjeblieft, Billy. Ik ben voorzichtig geweest en ik heb niets gemorst. Je hebt me nog nooit iets te eten gebracht. Dat was omdat we nog kleine kinderen waren. Ja, maar nu zijn we groot. Oh, ik snap het al. Jullie willen ook graag drummen, hè? Sorry, jullie zijn nog steeds niet groot genoeg. Maar bedankt voor het eten. Caillou dacht na over hoe hij en Clementine aan Billy konden laten zien dat ze best groot genoeg waren om op zijn drumstel te spelen. Aha! Ineens had hij een geweldig idee. Kom binnen. Huh? Hallo, jongeman. Aangenaam kennis te maken. Wat een mooi drumstel, zeg. Mag ik erop spelen? Ik ben al volwassen. Wat is er zo grappig? Goed, vooruit dan. Jullie mogen ook een keer. Joepie! Ja. Dit noemen ze de snare drum. Dit zijn de toms. En dit zijn de bekkens. Jij mag eerst, want het verkleden was jouw idee. Bedankt, Clementine. Daaronder zit het pedaal. Druk het maar in met je voet. Oké. Wauw! Dat is de bassdrum. Caillou vond het heel erg leuk dat iedere trommel anders klonk. En het geluid van de bekkens vond hij het allerleukst. Hallo, mevrouw. Kan ik u helpen? Hallo. Hallo, meneer. Ik ben op zoek naar een klein jongetje dat Caillou heet. Heeft u hem misschien gezien? Mama, ik ben het. Ik ben volwassen. Caillou? Nee, toch? Ik geloof er niets van. Kijk dan. Je bent het echt. Nou, als je volwassen bent, dan heb je vast geen zin om te gaan schommelen in het park. Want dat is wat ik eigenlijk vanmiddag met je wilde gaan doen. Ik ben niet echt volwassen. Ik deed net alsof. Oh, mooi zo. Tot ziens, Clementine. Dag.
Caillou vond het heel erg leuk om een volwassene te spelen. Maar hij besloot dat het tijd was om weer lol te maken als kind. We gaan bakken! Caillou, heb je zin om me vandaag te helpen met bakken? Oké, mama! We bakken vandaag, we bakken zo graag, we bakken. Dus maak maar wat vaart, we bakken een chocoladetaart. Eerst nemen we een beetje bloem en doen het in een grote kom. Wat eitjes, boter, suiker, melk en roeren het dan in het rond. We doen hem in de oven met een wand en kijk goed uit, de oven brandt. Dan eventjes wachten tot de tijd om is en zetten hem even aan de kant. Het is nu tijd voor glazuur en room, ja! Hij is al bijna klaar. Vergeet vooral de afwas niet. Caillou, lik jij de lepels schoon? Ja! We bakken een grote taart. We bakken. Het was zo geklaard. We bakken. Maar eet niet te veel. Laat het niet staan. Kom, schuif maar aan. Iedereen eet mee. Bij Caillou's Café. We bakken. We bakken vandaag. Ja! Het bouwavontuur van Caillou. Mama, kunnen we ook boterhammen met jam maken? Dat is mijn lievelingseten. Is goed, Caillou. Caillou vond het leuk om zijn moeder te helpen. En vandaag waren ze een heleboel boterhammen aan het maken. Mag ik het doen? Zo, hij is klaar. Wat goed zeg. Dan snij ik hem wel doormidden. Kijk, nu zijn het er twee. Twee driehoeken. Oh nee hoor, het is nog geen etenstijd. Dat is vast een speciale Caillou aardbeienjamboterham. Zal papa hem voor je in de doos doen? Zo, wat veel. Laten we maar snel gaan. Ze hebben veel werkers nodig om het huis te bouwen. Mag ik dan mee? Ik wil ook een huis bouwen. Het spijt me, Caillou. We zijn straks heel druk aan het werk. En er is daar niets voor je om mee te spelen. Maar je hebt ons al goed geholpen door lekkere boterhammen te maken voor de werkers. Caillou wilde nog steeds erg graag met papa en opa mee. Hij wilde helpen met het bouwen van het huis. Misschien kan Caillou toch wel even met jullie mee. Ik breng eerst Rosie naar oma toe. Ja, en daarna kan Caillou met mij mee als ik jullie de lunch kom brengen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Joepie, laten we gaan. Joepie, laten we gaan. Papa, opa en een heleboel andere mensen waren een huis aan het bouwen voor een gezin dat geen huis had. Caillou vond het heel erg spannend. Hij wilde dolgraag zien wat iedereen aan het doen was. Even wachten, Caillou. Veiligheid is heel erg belangrijk hier. Daarom dragen we werklaarzen om onze voeten te beschermen. Ik heb ook mijn werklaarzen aan. Goed zo. We hebben ook helmen om ons hoofd te beschermen. Welke wil jij hebben? Ik wil helpen. Je kunt me helpen door deze spijkers te dragen. Ja, oké. Deze plek kan heel gevaarlijk zijn, Caillou. Je moet goed opletten en heel erg voorzichtig zijn, oké? Hoezo? Nou, je wilt niemand voor de voeten lopen terwijl ze aan het werk zijn. Blijf maar gewoon bij mij en opa in de buurt. Caillou was wel een heel klein beetje bang. Maar hij voelde zich veilig zolang hij maar bij papa en opa in de buurt bleef. Hij vond het leuk om de mensen te zien werken. Hallo, zal ik u een handje helpen? Tot straks. Hoi Sam, dit hier is mijn zoon Caillou. Leuk om je te ontmoeten, Caillou. Ik kan wel wat van die spijkers gebruiken. De mijne zijn op. Oh, alsjeblieft. Dank je. Ik heb ze nodig om deze muur af te maken. Daarna tillen we hem omhoog, oké? Caillou vond dit helemaal niet op een muur lijken. Wil je helpen, Caillou? Aha. Dan mag je tot drie tellen. Dan beginnen we allemaal tegelijk met tillen. 1, 2, 3... Tillen!
Wauw, het is echt een muur. Met heel veel gaten erin. Dat hebben we zo weer opgelost. Als iedereen helpt, is ons huis helemaal klaar voor je het weet. Het gezin van Sam gaat hier wonen als het huis klaar is. Kijk, daar loopt de zoon van Sam. Misschien heeft hij wel zin om te spelen. Hoi, ik ben Caillou. Ik ben Frankie. Help je ook mee? Caillou was heel blij dat hij mocht helpen. Hij voelde zich een echte huizenbouwer. Caillou? Caillou? Ik denk dat we nu wel genoeg grind hebben. Fijn dat je zo hard hebt gewerkt. Gaat dit echt je nieuwe huis worden? Ja, nu wonen we in een appartement. Maar als het huis klaar is, krijg ik eindelijk mijn eigen kamer. Wil je hem soms zien? Papa, mag ik de nieuwe kamer van Frankie zien? Alsjeblieft? Tuurlijk, maar ik ga wel met jullie mee. Denk eraan, we moeten voorzichtig zijn hier. Dit is hem. Mijn kamer. Joepie! Wat is hij groot! En dit wordt straks mijn raam. Vanaf hier kan ik de hele straat zien. Dit gaat een hele mooie kamer worden, Frankie. Daar heb je mama! Je weet wat dat betekent. Etenstijd! Dankjewel. Jam! Oh, daar ben ik gek op. Ja, ik ook. Caillou vond zijn nieuwe vriendje Frankie erg aardig. Dat ziet er nat uit. En het is ook zacht. Kijk. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ik heb een idee. Jullie hebben geholpen met het huis, dus laat het teken achter. Misschien een handafdruk? Oké, Caillou. Het is tijd om te gaan. Kijk, mama. Mijn handafdruk. Dag, Caillou. Kom je bij me spelen als mijn nieuwe huis klaar is? Oké, dag. Caillou wilde heel graag naar Rosie en oma toe, zodat hij ze over zijn grote bouwavontuur kon vertellen. Ga mee naar het museum. Wat zullen we vandaag eens doen, Caillou? Ik wil vandaag naar een ander museum. Oké, kom mee. We gaan naar een museum, dat wilde ik zo graag. We gaan naar een museum, wat leren we vandaag? Een kunstwerk, een schilderij, zoveel te zien, dat maakt me blij. Fossielen, tot aan de nok, oude boeken. En een gekke klok, hoe weet je nou hoe laat het is? Dat is oud, dat zie je zo. Hé, er staat een iglo. Ja, dat is waar, en een ridder daar. Zo'n harnas lijkt me best wel zwaar. Papa, hoe ging je toen naar de wc? Geen idee, Caillou. Die mummie vind ik eigenaardig en die man is nogal harig. Vlieg je mee? Ga maar voor. Een maansteen en een meteoor. Uit de ruimte. Je leert van alles wat je ziet. Musea zijn leuk, vind je niet? Heel erg leuk, papa. Dus ga naar het museum. Geloof maar wat ik zeg. Ja, ga naar het museum. Dan wil je nooit meer weg. Dan wil je nooit meer weg. Ja! Ik ben de topdetective. Kom op, Gilbert. We gaan aanwijzingen zoeken. Ik ben de topdetective, dus is er plots iets weg. Dan pak ik snel mijn loep erbij en dan komt het weer terecht. Zeg, waar had ik nou die loep gelegd? Ik had hem net, dat weet ik echt. Misschien hier, misschien daar, geen idee, wist ik het maar. Maar ik weet wie ons helpen kan. Caillou de topdetective, die heeft altijd wel een plan. Volg mij, Gilbert. Een aanwijzing is wat ik zoek. Kijk dus maar goed in elke hoek.
een klok, daar een schoen. Niets waar ik iets mee kan doen. Hé, hey, wat zie ik daar? Mijn auto en mijn knuffelbeer. Maar die zocht ik al lang niet meer. Dan zoeken we toch nog een keer. Nee, ik zoek. Nee, ik zoek. Wacht eens even, wat zie ik in mijn ooghoek? Mijn loef zit gewoon in de zak van mijn broek. Ik ben de topdetective en mijn naam is Caillou. Caillou mag helpen. Caillou en het hele gezin zaten aan tafel. Iedereen was aan het eten. Iedereen behalve Rosie. Je moet wel je eten opeten, lieverd. Wat is er, Rosie? Kijk, Rosie, ik heb het al op. Je hebt nog niks gegeten. Rosie heeft geen honger. Maar spaghetti is heel erg lekker. Caillou vroeg zich af waarom zijn kleine zusje zo van streek was. En de mama en de papavogel zagen hoe de babyvogel met zijn vleugels zwaaide en zomaar zonder hulp begon te vliegen. De babyvogel werd al een grote jongen. Ik bedoel, een grote vogel. Het einde. Dank je wel. Dat was een heel erg leuk verhaal, Caillou. Tjip, tjip. Kijk, papa, ik ben een babyvogel. Tjip, tjip. En ik ben een papavogel die de babyvogel terug naar zijn nest gaat brengen. Nog een keertje. Nu is het tijd voor de babyvogel om te gaan slapen. Oh, ik wilde je nog een verhaaltje vertellen. Je mag me best nog een verhaaltje vertellen. Echt waar? Natuurlijk. Morgenavond. Gaat alles goed met Rosie? Ze is nog steeds aan het huilen. En ze heeft haar spaghetti niet opgegeten. Dat gaat vanzelf weer over. Haar tanden komen door. En dat kan pijn doen. Mijn tanden doen geen pijn. Nee, maar toen je net zo klein was als Rosie wel. Echt waar? Ja. Misschien kan ik Rosie wel troosten. Ja, misschien kan je wel helpen, Caillou. Probeer jij haar eens in slaap te laten vallen. Oké. Caillou vond het niet fijn dat zijn kleine zusje huilde. Hij wilde ervoor zorgen dat ze zich beter zou gaan voelen. Caillou. Shh, Rosie. Kan je niet slapen? Doe gewoon je ogen dicht. Caillou vroeg zich af wat zijn mama zou doen. Wil je dat ik een liedje voor je zing? Ja, liedje zingen. Ga slapen, Rosie, buiten lopen schaapjes met witte voetjes, lekker zo zoetjes. Volgens papa doe je tandjes pijn, maar ik hoop dat je je snel beter voelt. Dus slaap, Rosie, slaap. Caillou was heel erg trots op zijn liedje, maar Rosie was nog steeds niet in slaap gevallen. Nog eentje. Nee, Rosie, nu moet je echt gaan slapen. Ineens kreeg Caillou een ander idee. Ik ben zo terug, Rosie. Caillou dacht dat een speciaal speeltje misschien zou helpen om zijn zusje in slaap te krijgen. Hij moest alleen het juiste speeltje vinden. Dit is mijn lievelingsspeelgoed. Alsjeblieft, Rosie, je mag mijn brandweerauto wel lenen. Niks aan de hand, mama. Het was gewoon mijn brandweerauto. Oh, Gilbert. Ik wist niet dat jij het was. Kom maar bij Rosie in bed liggen. Zie je? Gilbert gaat lekker slapen. Dus het is de bedoeling dat jij ook gaat slapen. Rosie wil konijntje. Oké, Rosie. Maar konijntje was nergens te bekennen. Ik zie konijntje niet. Maar ik heb hier wel meneer kangoeroe. Nee. Ineens herinnerde Caillou zich waar hij het konijntje van Rosie voor het laatst had gezien. Ik ben zo weer terug. Sst, Gilbert.
Rosie. Bedankt, Gilbert. Konijntje! Ik ga je een verhaaltje vertellen om je te helpen slapen. Eens kijken. Aha! Op een dag gingen Rosie en Caillou naar de kermis toe. En ze gingen samen in de grote draaimolen op meneer Kangaroo. Joepie! Hou je goed vast, Rosie. Meneer Kangaroo bracht Rosie en Caillou naar iedere plek van de kermis toe. Toen sprong meneer Kangaroo heel erg, heel erg, heel erg hoog. Kijk, Rosie, we vliegen net zoals de vogels doen. Rosie en Caillou vliegen. Vliegen door de lucht was heel erg leuk. Ze vlogen net zo lang tot ze bij de sterren waren. Oeh, ze glinsteren. Wauw, moet je kijken. Wat mooi. Rosie begon een beetje moe te worden. Dus meneer Kangaroo bracht ze weer naar huis. Daarna namen Rosie en Caillou afscheid van hun nieuwe vriendje, meneer Kangaroo. En ze gingen naar bed toe. Het einde. Caillou was blij dat hij Rosie had geholpen met in slaap vallen. En nu was hij zelf ook heel slaperig. Welterusten, Rosie. Slaap lekker. Welterusten, grote broer Caillou.